Oh, mooi. Dat komt toegeven van Pirelli. Ze liggen altijd zo los. Het ventiel zit hier. We werken naar het ventiel toe zodat de band het diepst de verf in kan. Nog een keer, knietjes erop. Nou wel. Erg stug hoor. Sorry.
gewoon benzine hoor, gewoon benzine. Bandenvet. Eens een keer het nieuwe bestellen. Bandenvet doet een paar dingen. A. Tast je band niet aan. Dat is wel lekker. B. Je band plakt niet vast. Dat is ook lekker. C. Het helpt je band monteren op de velg. Dan glijdt die op zijn plek. En als laatste, het dicht af. Het helpt afdichten. Het is op C-basis gemaakt. Je kan het verdunnen met water, dat doe ik ook af en toe wel eens een beetje. Zo. Tast verder geen rubber aan. Als je kogelvet neemt, of kogellagenvet, staat de kans dat het rubber gaat vastplakken. Oh, dat hebben ze ook leuk gedaan. Dus. Oh ja, dat is fijn. Dan hebben ze er een loodje tussen gedrukt. Daar is het niet voor bedoeld. 10 gram loodjes, wel heel weinig. Ja? Ben je aan het vertellen? Heel weinig, het komt eraan gewicht. Ik denk dat hij hier zit. Hier is het zwaartepunt. Het zwaartepunt zit daar. Het is heel weinig, het is echt heel weinig. Dat is mooi. Zo. Nou is het wel van belang. Oh, de ventiel moet ik even pakken. Zal ik die er gelijk even in trekken? Altijd een nieuw ventiel monteren bij een band. Nooit de oude laten zitten. Het is wel opgevallen dat de laatste paar jaar mensen kwamen waarbij de ventielen gewoon afscheurden. Ja, want dat was nog goed. Ja, dat was goed, ja. Inderdaad. Nou ben ik een stukje gereedschap kwijt. Ik weet niet waar het is, dus dan moet ik zo even zoeken. Blijf staan. Ja, dan ben ik een stukje gereedschap kwijt. Oh, hier ligt het. Dus ik heb dat ventiel ook ingevet. Met bandenvet. Dat houdt je weer erbij. Hoppakee, klaar. Zo. Mooi man. Zo. En nou gaan we kijken waar nu het zwaartepunt zit. Verdiel, hè? Want daar zat het zwaartepunt eerst. Zie je? Zoek het zwaartepunt wel weer op. Klaar. Goed. Zet ik nu even het filmpje uit. Het enige waar we rekening mee houden is de draairichting van de velg. Dit is de rechterzijde. En die linkerzijde leg ik boven, zodat we weten wat de draairichting is van de band. En de draairichting staat op de band. Dus ga ik nu. Dat is klaar. Dan gaan we nu naar de band kijken. Pakken we even een nieuw filmpje. Vind ik wel zo fijn. Zo.